Hier Bert maar weer. Vandaag laat ik je zien dat iets nieuws niet nieuw hoeft te zijn. Door bijvoorbeeld meubels op te knappen, kunnen ze prima nog rondmee. Alles wat je opknapt, scheelt natuurlijk weer een hoop afval. En je hebt hiervoor geen nieuwe grondstoffen nodig. Ik heb deze oude schommelstoel op de kop getikt. En dan krijg je van mij een nieuw likje verf. Leuk verbrand en voor de kleine meid die op komst is. Ben je niet zo handig? Koop dan leuke meubels en spullen bij de kringloopwinkel. We staan nu bij Esther Vette, de kringloopwinkel van Omrin. We hebben namelijk nog meer spullen nodig voor de babykamer. Als jij denkt bij de kringloop is alleen maar oude rommel, dan heb je het echt mis. Bij vele kringloopwinkels vind je hippe spullen die je zo kan neerzetten en dat je heel eenvoudig zelf kan pimpen. Zoals deze vaas. Of dit gekke kastje. Helemaal van deze tijd en helemaal duurzaam. Wist je dat alleen al de kringloopwinkel van Omrin jaarlijks meer dan 2,4 miljoen kilo afval redt van de afvalberg? Spullen brengen en kopen bij de kringloopwinkel heeft dus ontzettend veel zin. Challenge, zoek een cadeautje voor iemand die alles al heeft. Geef geld en doe dit in een leuke verpakking bij door de kringloop iets te kopen. Nou, dat geef jij door. Jouw vaas, kast of stoel verdient een tweede leven. Breng hem daarom bij een lokale kringloopwinkel bij jou in de buurt. Jij blij, zij blij en de nieuwe eigenaar blij. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om afval te voorkomen. Je kunt natuurlijk prima spullen weggeven, kopen of verkopen, of weggeefhoeken op social media, of zet het op de bekende website. Yuki, kom hier. Samen gaan we voor minder afval en daarmee voor een duurzame wereld. Voor ons en voor de volgende generatie. Wat geef jij door? Kijk op scheidadvies.nl hoe ook jij minder afval kunt krijgen.